Welkom allemaal in het leesatelier Bezette Stad, aflevering 11 alweer. Ja, we gaan vandaag lezen het 11e gedicht, namelijk Stad, Stil Leven. Misschien nog eventjes voor de helderheid, waar zitten we ook alweer in het boek? Van Ostaaien neemt ons mee in zijn ervaring van de Eerste Wereldoorlog in Antwerpen. Een ervaring van het leven in een bezette stad. En we zitten nu al een aantal gedichten lang in die stad die is ingenomen door de Duitsers, die dus een nieuwe machthebbers kent. En ja, mensen moeten zich zien aan te passen aan dat leven in de bezette stad. We hebben al een heel groot deel van die stad hebben we eigenlijk al gezien. Hè? We hebben de haven al gezien die helemaal stil is komen te liggen. En we hebben in die haven ook al bordelen gezien die niet meer functioneren zoals ze daarvoor functioneerden. We zijn al binnengegaan in een lege bioscoop. En gisteren hebben we het gezicht Nomenclatuur van Verlaten Dingen gezien, waarin Van Ostaaien eigenlijk een heel mooie, ritmische, heel muzikale opsomming maakt van al die dingen die in de bezette stad verlaten zijn. Nou, we gaan een beetje in datzelfde thema gaan we verder. En dan komen we uit bij het gedicht Stad, Stil Leven. Stad, Stil Leven. Laatste vignet van een prentenblad. Bijvoorbeeld alle vignetten licht. Rood, roze, geel, koningsblauw. De laatste vignet staat een zware klomp zwart of donker. Irisgroen toont snelle val in een vervuild oxidegroen. Beweegloos verstart laatste vignet. De tekst daaronder vertelt verlaten slot, boze vee, succes en heel de geschiedenis en al de blije kleuren boven. Pagen, jonkvrouwen, oranje en 1 cent praline rosa worden getrokken, vernietigd. Zwaarte van de donkere rechterhoek beneden. Kind, overmand mij angst en gruwel van de donkere vierhoek. Heel dat gedrukte prentenblad, daar ligt verlaten stad. Verlaten stad. Dit is een prachtig beeldend gedicht, maar ik kan me ook voorstellen dat dit een gedicht is dat niet in eerste instantie helemaal helder is. De laatste vignet van een prentenblad. Een hedendaagse lezer heeft hier denk ik al een paar problemen. Hè. Wat is precies een vignet? Wat is een prentenblad? Waar we hier aan moeten denken is iets wat eigenlijk een beetje de voorloper was van een stripverhaal. Een prentenblad was eigenlijk meestal gewoon een enkel blad met plaatjes daarop, dat je voor heel weinig geld kon kopen. Zeker in het begin, want het is al een hele oude traditie, zeker in het begin was het ook wel bedoeld voor mensen die niet konden lezen. Het was dus echt een manier om een nieuwsfeit of een verhaal bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Van Ostaaien heeft een blad voor zich, een prentenblad. En hij concentreert zich op het laatste vignet daarvan. En een vignet is natuurlijk één zo'n vierkantje, één zo'n tekeningetje, één zo'n hokje in een stripverhaal. Al die vignetten die waren bijvoorbeeld rood of roze of geel of koningsblauw. Maar dat laatste vignet, komt hij dan weer op terug, ja, dat is niet, hè, dat heeft niet zo'n lichte kleur. Dat laatste vignet, daar staat, hè, dat is in zijn geheel eigenlijk een zware klomp zwart. En Van Ostaaien laat zien, we gaan hier een ervaring doormaken en die ervaring die eindigt in de donkerte. Nou ja, als we het over donker hebben in deze bundel, dan weten we eigenlijk al waar het over gaat. Hè. Dan gaat het natuurlijk weer over die oorlog. Die oorlog die een donker hokje in het stripverhaal van ons leven is. Of het leven van Van Ostaaien. En in de tweede strofe begint hij met het thema van het verval. Daar neemt hij voor dat irisgroen, dus dat groen dat ooit een hele frisse kleur is geweest, maar nu ondertussen is vervuild tot roestgroen. En beweegloos verstart het laatste vignet. De tekst daaronder vertelt verlaten slot, boze feest, succes. En een aantal van die tekeningen of van die prentenbladen, die hebben inderdaad tekst daaronder. En Van Ostaaien ziet dus zo'n blad voor zich. En het blijkt ook dat hij niet een heel wel bepaald blad voor zich heeft. Want het is nogal een beetje een hapsnap verhaal. Het is een verlaten slot en een boze vee en ook nog succes. Kunnen we op grond van deze informatie wel vaststellen dat het een Westersprookje zal zijn? Ik denk zelfs dat hij het hier doet omdat de traditie daar vandaan komt. Het is een traditie die, ik heb niet zo heel goed kunnen zien wanneer het is begonnen, maar je hebt echt al middeleeuwse voorbeelden hiervan.
En het wordt ook heel erg gebruikt om de geschiedenis te vertellen. Dus het wordt ook heel erg gebruikt om episoden uit de geschiedenis, om die te verbeelden, letterlijk. En dan kom je heel snel bij dit soort dingen uit, hè, bij middeleeuwse geschiedenissen. Onze vroege geschiedenis wordt verteld met beelden en in blije kleuren. Al die blije kleuren, die worden getrokken en vervolgens worden ze vernietigd door de zwaarte van de donkere rechterhoek beneden. Ik moet bij die donkere vierhoek aan Malevich denken, maar het is misschien heel ver gezocht. Ah, ja. Zou dat kunnen? Ja, waarom niet? Was er een link tussen hij en die kunst? Ja, absoluut. Van Ostey is vanaf tweede helft van 1915 en de hele Eerste Wereldoorlog enorm actief op zoek naar allerlei moderne kunst. Moderne kunst en ook moderne kunsttheorieën. Hij kende dat schilderij ongetwijfeld. Als je ervoor staat, dan krijg je bijna zo'n soort ervaring die Van Ostey ons hier oplepelt. Ineens krijgt hij de zwaarte van de donkerte die hij nog kent uit welke ervaring dan ook uit zijn kindertijd. Dat valt over hem heen. En heel dat gedrukte prentenblad daar met die donkere hoek dus, daar ligt voor mij, hè, ik begrijp dat nu ineens als de verlaten stad. Het woord kind gaat dus ook zo mooi van groot naar klein. En het lijkt ook echt dat alsof daarmee de ik van groot naar klein gaat en daar dus ook blijft. Ik denk het ook. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En nu je dat zo zegt, het woord ik wordt hier ook gewoon benadrukt. Het woord ik wordt uit kind gehaald. Als je die i en de k bekijkt. Er valt een angst over hem heen. Het is de ervaring van de verlaten stad die hem te veel wordt. Als je de pagina omdraait, dan zit je dus eigenlijk in een soort van verheviging van die eerste fantasie. Bizarre huizen van bezette stad. Verlaten 1001 nachtstad. Donkerviolette nacht. Alle huizen Oriëntaalse stijl. Of zijn ze deze monstertaarten op feesten van kalifs mijner jeugd? En voorstellen de pas veroverde stad. Twee hoge taarten staan en de straat is de tafel. De gasten zijn verdwenen. En nu staat dom in de nacht deze taartentafel. Boven de tafel hangt booglamp. En nu staan deze taarten belichting van achter in een plat coulissenrelief. De boze geest prentenblad vergat niet deze laatste lamp. Opzet, verlatenheid heeft nodig deze verkeerde belichting. Een stap fugit irreparabile is de vergeten eunuch bij dit kalifefeest. Die ervaring van dat zwarte vlak en het idee dat dan de verlaten stad is, dat trekt hij door. En dan komen we van de westerse geschiedenis waar we uit vandaan komen, met al die blije kleuren, hè, komen we nu ineens in de donkere wereld. En die donkere wereld is de wereld van de verlaten 1001 nachtstad. In mijn beleving is dit ook een vervolg op het vorige gedicht met dat eindigde met die moeheid en dat 1000 fronten zat. Dus na die 1000 hebben we nu dus 1001 en dat is elders. Dat is een hele mooie. Je doet er nog eentje bij, ja, en je zit ineens in een andere wereld. Ja, prachtig. Ja. Naar aanleiding wat Evelien zei, dat zo het vorige gedicht nog zo'n beetje nazoomt hier in dit gedicht. Ik had het eigenlijk precies hetzelfde, want ik zat bij dat vorige gedicht van gisteren ook toch terug na te denken over dat schip. Alles schommelt zo heen en weer. En als die dan de stad ingaat, schuiven die soldaten. En ik had de hele tijd de associatie alsof die eigenlijk precies zat of zeeziek is. Ja. Zo, komt dat verder terug of zo, die baanbeelden of dat... Nee, dit is een associatie die... Dit is wel het meest hallucinante gedeelte van het boek. Er is ook sprake van een soort sensorisch dronkenschap. Hè? Het zintuigelijke wordt allemaal op allerlei manieren geassocieerd. Die hele notie van dat een soort hogere dronkenschap is, een literaire dronkenschap, is niet vreemd natuurlijk. Dus dat klopt. Nee, absoluut. Ja, zeker. Dit soort van tripjes in de richting van iets hallucinants, dat heeft altijd met een soort van poëtische dronkenschap te maken op de een of andere manier. Willen jullie misschien een beetje terug met beide voeten op de grond zitten? maar ik dacht daarbij, als ik het las, aan de
buurt van de Kogelsozelij. Even voor de mensen die de Kogelsozelij niet meteen op hun netvlies hebben. Dat is een straat in Antwerpen waar het aan het eind van de 19e eeuw very fashionable was om daar een heel groot huis neer te zetten. En daar zijn de meest fantastische architecturale wonderen opgetrokken. En inderdaad ook een aantal huizen met Oriëntaalse elementen. Dus aan de Kogelsozelij in die buurt heb je op een van de straten twee van die witte paardhuizen staan. Ja, absoluut. Dit wordt wel wat, deze interpretatie. Nee, ik kan het me inderdaad ook ineens voorstellen. Ja. We zitten in een fantasie van Paul van Ostaaij die ons via de oude prentenbladen ons in zijn fantasie over een Oosterse wereld heeft geleid. Eigenlijk al heeft gezegd van oei, hier vliegt de tijd ons door de vingers. Maar nee, hij stopt die bedenking en zegt, die stap die helemaal uitgesmeerd is over de breedte van de tweede pagina van het gedicht, die hoort bij de vergeten eunuk bij dit kalifefeest. Ondertussen is er sprake van één mens in dit verhaal. En dat is eigenlijk de dichter zelf. Zou Van Ostaaij zichzelf hier in die verlaten wereld ook nog eens een keer een eunuch, dus een gecastreerde bewaker van een harem, voelen? Het brengt ons in ieder geval bij de derde fantasie. Boven in de violette hemel, donker violet, fosforiseert, gele hand, vijf heel duidelijke vingers. Ineens stel ik me zo voor, kijkt de dichter naar boven, naar de violette hemel. En in dat beeld van die donkerte, die natuurlijk ook al is geïntroduceerd helemaal aan het begin van het gedicht, in het laatste blokje van dat prentenblad. Hier zitten we letterlijk in die donkerte. In die donkerte fosforiseert dus een gele hand. De verteller loopt door de stad, kijkt omhoog, ziet daar een donkere, violette lucht en wijst wellicht, of heeft zijn hand, zijn eigen hand in beeld. Die hand is belangrijk voor een dichter, want zonder die hand komt er geen poëzie. Ea, als je dit zo hebt gevolgd een uur lang, stadstilleven, wat voor indruk maakt die tekst? En zijn er al kleine ideeën die in jouw hoofd aan het rijpen zijn? Enerzijds heb ik wel het gevoel dat er veel verschil is tussen de besmette stad en de bezette stad. De indruk die ik nu krijg is dat ik vooral bijvoorbeeld veel mensen zie wandelen of gaan sporten buiten of gaan fietsen. Nu heb ik meer de indruk van, als je niet weet wat er aan het gebeuren is, dat het inderdaad meer op een stil leven lijkt of gezellig buiten wordt. In plaats van een stad die echt door oorlog is bezet. Benno, ik had mij laten influisteren dat jij al iets op papier hebt staan zelfs. Ja, hoewel zijn stijl natuurlijk volstrekt anders is dan de mijne of die van moderne poëzie in het algemeen. Dat het beeld dat hij oproept van die stad sluit heel erg aan bij mijn belevingswereld. Dat beeld van een als het ware platgeslagen stad, stil leven, niet waar, dat sluit perfect aan met zoals ik dat ervaar. Waar je bij moet weten, ik heb natuurlijk vele jaren in de stad gewoond, dat ik nu in een idyllisch landschap in Engeland op platteland woon, zodat die bezette stad, besmette stad, ook een soort visioen is, als het ware. Yeah. Een mengeling van visioen en herinnering. Yeah. En het ene, wat ik het meeste mis in de huidige toestand, is dat ik niet even naar Londen kan gaan, rondwandelen en een terrasje kan doen. Ea en Benno, ook heel erg bedankt voor jullie deelname. We zijn heel erg benieuwd naar wat jullie gaan maken. Voor heel veel van jullie zeg ik tot morgen. Voor een aantal van jullie zeg ik tot een volgende keer. Dag.